Welkom bij deze online inspiratiesessie, waarin mijn collega's, boekhandel Veenstra en ikzelf je mee zullen nemen om op ontdekkingstocht te gaan met een heleboel nieuwe boeken. Het eerste boek, een boek voor leerkrachten. Lees, verwonder en schrijf. Het zijn 95 inspirerende schrijfopdrachten met kinderen. En het leuke aan dit boek is dat het voor alle leerkrachten is, van groep 1 tot en met 8. En dat je het heel makkelijk kunt inzetten. Om je een voorbeeld te laten zien, het op zoek naar je naamspel. Een leuke opdracht waarbij kinderen knippen en plakken en zo hun naam, een naamkaart maken. Superleuk voor groep 2, maar ook begin groep 3. Of bijvoorbeeld aan de slag met een personage, waarin kinderen een dier tekenen en laten verwoorden wat ze beleven of waar ze over nadenken. Leuk om je te verdiepen in een personage en misschien een gekke alternatieve wereld. En zo staat dit boek boordevol met leuke, eenvoudige, makkelijk toepasbare opdrachten. Vaak ook gepaard of op basis van een boek. Super inspirerend. Hallo, ik ben Maarten Spaan, leesmediaconsulent bij de Bibliotheek Amsterdam. En ik mag wat vertellen over de nieuwe boeken voor groepen 1, 2. En dat kostte me ontzettend veel moeite om drie leuke boeken te vinden, want het aanbod is zo ontzettend groot voor deze doelgroep en zo divers en zo mooi. Ik noem even een paar afvallers. Mick en het monster van de schrijver van De mooiste vis van de zee. Een heel, heel bekend prentenboek, maar die is het niet geworden. 10 redenen waarom pinguïns geweldig zijn. Is het ook niet geworden. Het nog grotere kijkboek. Schitterend. Ik laat even een paar tekeningen zien. Ja, natuurlijk echt klassiek. Maar is het ook niet geworden. Wat het wel zijn geworden, welke boeken het wel zijn geworden, dat zijn de volgende drie boeken. Ik begin met dit boek. Het knotsgekke kabaalkoor heet het. En het is van de schrijver David Walliams. En die heeft al meerdere geweldige boeken geschreven. Eigenlijk voor allerlei leeftijden schrijft hij. En ja, het is echt een beetje de nieuwe Roald Dahl, vind ik. Ontzettend humoristisch. En ook dit prentenboek zullen kinderen ontzettend vrolijk van gaan worden. Want het gaat over allerlei dieren die samen een koor vormen. En ik lees even de zin voor waar het eigenlijk om gaat in dit boek. Het knotsgekke kabaalkoor klonk gewoonweg monsterachtig. Ze kunnen helemaal niet goed zingen. Maar de vreugde die ze voelden was ongelooflijk. Hun glimlach kon de polnacht wel oplichten. Nou, die gaan een soort tournee maken. Geweldig leuk boek. Eerste boek. Het knotsgekke kabaalkoor. Het tweede boek. Samen zijn we thuis. Mooi, eenvoudig boek over je thuis voelen. Het gaat de thema's eigenlijk verhuizen. Want wat is nou thuis? Dat wordt eigenlijk ook heel mooi verbeeld in deze plaat. Eerst worden er allerlei dingen genoemd. Noemt een meisje die zij thuis vindt. Totdat alles verandert. En ze gaan dus verhuizen. En dan staat er, thuis is wat je achterliet, terwijl het nieuwe op je wacht. En dan gaat het er heel erg om dat eigenlijk thuis niet alleen de plek is, maar vooral ook de mensen met wie je samenwoont. Erg mooi gedaan. Samen zijn we thuis. En het laatste boek, het derde boek. Ik wil niet, staat doorgestreept, naar school. Een heel mooi boek over kinderen die voor het eerst naar school gaan. En wat kun je allemaal verwachten op school? Wat doen ze allemaal op school? Het is geschreven door Rindert Kromhout en Natasha Stanford. En ik laat even een mooi voorbeeld zien over de dieren die dan allemaal naar school gaan. En er zit ook nog een fantastisch verhaal in een verhaal in. Dus hier gaat de juf een verhaal vertellen aan alle dieren en dan gaat het verhaal zo. Nou, het is echt een hartstikke leuk boek. Het is officieel een informatieboek, maar het zit echt een beetje tussen een informatieboek en een verhalend boek in.
ik mag jullie ook de tips geven voor een paar leuke boeken voor groep 3 en 4. En als eerst wil ik graag dit boek met jullie delen. Het heet Aap leest een letter. En het leuke aan dit boek is dat alle letters, alle grafemen eigenlijk, in dit boek voorkomen. De A, de M, maar ook de A, de O enzovoort. En om even eentje te laten zien, de SCH van schaap. Elke letter heeft een eigen gedicht en daarmee is die heel erg leuk in te zetten in groep 3 bij het leren van de nieuwe letter of in groep 4 zodra de letters en lettercombinaties aan bod komen met spellingslessen. Bovendien zijn ze prachtig geïllustreerd en kunnen kinderen ze op een bepaald moment ook zelf lezen. Echt een aanrader. Het tweede boek wat ik aan wil raden is Al je zorgen in een doos. Het is een prentenboek. Kinderen in groep 3 en 4 vinden het nog heerlijk om voorgelezen te worden uit een prentenboek. En het onderwerp is ook echt passend bij die leeftijd. Het gaat namelijk over het hebben van zorgen. En de personages Tito en zijn vriendje, die hebben zorgen. En ze zoeken eigenlijk een manier om er van af te komen. Het is een heel grappig boek. Leuk geïllustreerd en nodigt echt uit om te praten over wat doe je als je zorgen hebt en hoe kom je er weer van af. Ook een hele leuke aanleiding om leuke dingen mee te knutselen. Het derde boek wat ik kan aanbevelen is Miraat. Dat gaat over Miraat, dat is een kleine piraat die allerlei avonturen gaat beleven. Het boek is een doorgroeiboek. Het begint op niveau M3, dan E3 en M4. Dus je kunt het altijd voor groep 3 en 4 inzetten. En het leuke aan dit boek is dat het heel speels opgezet is. Heel veel kleur, heel veel interessante illustraties, waardoor het heel aantrekkelijk wordt voor kinderen om te pakken en in te gaan lezen. Er zitten ook veel grapjes in en ook echt wel hele stukken met prachtige platen om naar te kijken. En daarom uitnodigend voor kinderen in groep 3-4. In het kader van de inspiratiesessies voor het onderwijs mag ook ik, Ada, werkzaam bij Libris Venstra, iets vertellen over 3 van mijn favorieten. Om te beginnen is dat Kom mee Kees van Loes Riphagen. Loes Riphagen, inmiddels een gevestigde naam op het kinderboekenvlak, heeft hele leuke prentenboeken gemaakt. Onder andere het prentenboek Coco Kan Het, dat gekozen werd tot prentenboek van het jaar 2021 en dat tijdens de voorleesdagen centraal stond. Er is een nieuw prentenboek van Loes. Nou, ik kan natuurlijk niet laten om, als je het mocht willen aanschaffen, te vertellen dat we gesigneerde versies in huis hebben. Waar Loes ook een leuk tekeningetje in heeft gemaakt. En wat kan ik vertellen over dit boek? Het is natuurlijk echt een boek voor de onderbouw, groep 1-2. Papa Kikker gaat met Kees op pad. Hij wil naar een concert toe. Het concert is helaas al begonnen. En onderweg ziet Kees allerlei dingen die interessant zijn. Dus Kees ziet eigenlijk de wandeling daar naartoe als een soort ontdekkingstocht. Zij komen bij dat concert en dan zegt papa Kikker, weet je, we gaan toch weer terug naar huis. Hij neemt Kees op zijn rug en onderweg naar huis ondernemen ze eigenlijk dezelfde ontdekkingstocht als op de heenreis. Waarbij papa Kees van alles vertelt over de dingen die hij ziet. En het einde is, eind goed, al goed natuurlijk, dan liggen ze heerlijk samen in bed. Dus al met al vind ik het een top aanrader, dit boek. Ja, over harten gesproken, dan kom ik natuurlijk uit bij Stinkhond. En Stinkhond is verliefd. Ja, Stinkhond vindt er echt geen klap aan om zijn hele leven alleen door te moeten brengen. En ja, vindt de gids voor verleiders en probeert zonder poeha een poedel die natuurlijk zonder poeha, maar een absoluut poeha heeft. Probeert hij te strikken in ieder geval in zijn liefdesnetten. En dat doet hij aan de hand van die gids. Met heel veel leuke tips. Leuk boek om voor te lezen voor kinderen, maar ook voor kinderen om zelf te lezen. En het is met name voor de middenbouw, denk ik, geschikt. Ook heel leuk om verliefdheid als onderwerp op de agenda te zetten en te vragen hoe kinderen ernaar kijken. En of zij zo'n gids voor verleidingen nodig hebben. Dus bij deze.
En als derde boek heb ik gekozen voor De Magische Apotheek. Dit is een vertaald boek. Trouwens, het boek stinkt ook. Loes Riphagen, natuurlijk Nederlandse auteur. Heel spannend, dit boek. Het is het eerste van vier delen. En het is een boek dat gaat over een huis, Villa Evi. Een huis waarin Lucie naartoe verhuist. En ja, aan de hand van een sleutel, die nergens op lijkt te passen, ontdekt dat er zich een magische apotheek in het huis bevindt. Die magische apotheek is een kleurrijk geheel van allerlei flesjes met geuren. En ja, heel veel geuren hebben een positief effect, maar er zijn er ook die gevaar betekenen. Ja, wat gebeurt er daarmee? Ze doet dat samen met haar broertje Benno en ook samen met Mats, de buurjongen die het altijd al heel spannend vond om te wonen naast zo'n magisch huis. Goed om voor te lezen, en dat kan eigenlijk al vanaf 7, 8 jaar, maar voor kinderen vanaf 10 jaar uitstekend om ze zelf te laten lezen en mee kennis te laten maken. Hallo, ik ben Connie en ik heb 3 boeken voor groep 5-6. Het eerste boek dat ik heb uitgekozen is Monster Zoo 1, Woedertijd van Tjerk Noordraven en illustraties van Jacqueline van Rijn. Op de rug van het boek zie je al een spookje staan. Het is een griezelboek en veel kinderen houden van griezelboeken. Dit verhaal gaat over deze jongen, Jindra, wiens vader gebeten is door een slang en niet meer voor de dieren kan zorgen. Maar het zijn geen gewone dieren, het zijn monsters. Een monsterdierentuin waarvan niemand het bestaan weet. En voordat Jindra het weet, is hij in een heel spannend avontuur verzeild geraakt. Vol met griezelige monsters en mythische wezens. Het boek leest lekker weg en ik denk dat veel kinderen die nog niet heel erg van lezen houden, er toch plezier aan hebben als ze houden van griezelen. En wat leuk is om te doen in de klas, is om kinderen bijvoorbeeld een hoofdstuk te laten lezen of met elkaar een hoofdstuk te lezen en dan een van de vragen van Aiden Chambers te stellen aan de klas en zo over het verhaal te praten. En een van die vragen kan zijn, zie je het voor je ogen gebeuren? Of kan dit werkelijk gebeurd zijn? Of heb jij wel eens zoiets meegemaakt? Ik weet zeker dat ze heerlijk over dit boek zullen kunnen praten. Het volgende boek dat ik heb uitgekozen voor jullie is dit boek. Mus en kapitein Kwaadbaard en de 5 slangen. Geschreven door Kevin Hassing met illustraties van Linde Vaas. Het is een avonturenboek en dat is het ook echt. Het bestaat uit hele korte hoofdstukjes van maximaal 4 bladzijden, wat het een leuk boek maakt om voor te lezen, maar ook om lekker zelf te lezen. En na ieder hoofdstuk denk je, nog eentje dan, nog eentje dan. Dat is als voorlezer leuk, maar ook voor de kinderen om zelf te lezen. Het verhaal gaat over Mus. Een klein meisje dat als enige ontsnapt aan een woeste piratenbende die haar dorp overvalt. En zij moet hulp gaan halen. En ze haalt hulp bij kapitein Kwaadbaard, de Buffel, Kromme Kareltje en Bertrand. En die moeten haar helpen het dorp te bevrijden. En om dat te kunnen doen, beleven ze heel veel avonturen. Ze moeten een schip zien te vinden waarmee ze de piraten de zee oplokken. En Mus, het kleine meisje, is onwaarschijnlijk dapper en vaak veel stoerder dan al die piraten. Laat de kinderen lekker een hoofdstukje vooruit lezen als jij klaar bent met voorlezen. En vraag of ze de volgende keer, voordat je verder voorleest, wat willen vertellen. Een klein tipje van de sluier oplichten. En het derde boek dat ik heb meegenomen is een kijk- en zoekboek. Het heet Pierre de Doolhof-detective, de vreemde zaak van het luchtkasteel. En het is niet het eerste boek over Pierre en Carmen. Pierre en Carmen zijn in Grachtstad voor de onthulling van het Doolhof-ei. Maar er is een geheimzinnige minister X die het Doolhof-ei wil stelen. En dat moeten Pierre en Carmen voorkomen. Maar dat is niet zo eenvoudig. Op elke bladzijde moeten zij een doolhof afleggen en de geheimzinnige Mr. X achtervolgen. Het verhaal staat onder op de bladzijde en daarnaast staat er ook op elke bladzijde nog een mysterieuze brief bijvoorbeeld, of een opdracht of een raadsel. En extra zoekopdrachten om bonuspunten te verdienen. Het is een boek waarin je uren kan bladeren en kijken.
ook heerlijk voor tijdens het stillezen. Om bijvoorbeeld twee kinderen samen in het boek te laten kijken en te zachtjes aan elkaar te vertellen wat ze zien. Of zoekopdrachten te geven. Of andere taalspelletjes mee te doen. Het leuke is dat het voor alle leeftijden geschikt is. En dat het ook niet uitmaakt of je de taal goed spreekt of niet. Je kunt er toch samen over vertellen en plezier aan beleven in alle Dalhoven. Ik ben Marjolein en ik ga jullie de boeken voor groep 7 en 8 laten zien. Ik begin met een superspannend boek. Quotum Project Z van Marloes Morshuis. En je ziet het al een beetje aan de kaft. Er staan hier een heleboel mensen en hier vallen er een paar naar beneden. En dat loopt zelfs door over de bladzijden. Het gaat over de wereld die overbevolkt is. Te vol. En de Wereldraad heeft besloten dat er minder mensen moeten komen. Elk land krijgt een quotum, een maximum aantal inwoners. En de Euro-Unie heeft daar iets op bedacht. Ze gaat mensen in de slinkstand zetten. Dat betekent dat ze maar voor de helft mogen leven eigenlijk. Dus ze mogen niet naar school, geen elektriciteit gebruiken, krijgen voedselpakketten. Maar daardoor kunnen ze wel aan dit quotum voldoen. Nou, dit boek gaat over Axel en Tommy, twee broers. En zij zijn dus slinkers. En zij moeten ook vluchten omdat hun ouders zijn opgepakt. En dan komen ze achter hele duistere zaken. Nou, superspannend boek zoals ik al zei. Maar er komen ook onderwerpen in voor die je in de klas kunt bespreken. Zoals overbevolking, maar ook discriminatie en democratie. En dat is natuurlijk in deze tijd ook wel heel interessant. Het volgende boek heet Superkrachten voor je hoofd, de Dylan Hagens editie. Het is geschreven door Wouter de Jong, maar Dylan Hagens, de YouTuber, die komt er dus in voor en die levert overal commentaar op. Het is een informatieboek en het gaat over hoe je de superkrachten in je hoofd traint. Dus hoe je bijvoorbeeld je beter kan concentreren, hoe je je met pesters om kan gaan, ook met cyberpesters. En hoe je met allerlei emoties kan omgaan. Nou, elk hoofdstuk staan wat weetjes. En er staat dus ook commentaar van Dylan bij. En elke hoofdstuk wordt afgesloten met een challenge. Zodat de kinderen het ook gelijk kunnen oefenen met hun ouders. Of achterin staat ook dat je het samen met de klas zou kunnen doen. Zeker voor in de klas zijn dingen als cyberpesten natuurlijk heel interessant. Van hoe ga je daarmee om? Er staan allemaal tips over in. Maar ook hoe overwin je het beeldschermmonster? Dus dat gaat over aandacht. Dus hoe je niet te veel af wordt geleid door beeldschermen. Heel leuk boek om te lezen, maar dus ook heel goed te gebruiken in de klas. En er zit ook een website bij met allerlei filmpjes en audiotracks waarmee kinderen dus echt kunnen oefenen met de dingen die hierin staan. En het laatste boek, Meneer Drosten van het Kinderboekenmuseum van Sjoerd Kuiper. En ik vind zelf de omslag er niet zo heel aantrekkelijk uitzien, maar de binnenkant, het is een geweldig boek. Zeker voor leerkrachten en kinderen die van kinderboeken houden. Want het gaat over meneer Drosten en hij werkt als nachtwaker in het Kinderboekenmuseum. En hij gaat met pensioen en hij wil heel graag dat er iets van hem in het museum achterblijft. Dus hij probeert een boek te schrijven, maar dat lukt hem niet. Zijn kleinzoon Thierry bedenkt daar wat op en hij vraagt een schrijver om een boek over meneer Drosten te schrijven. En de titel zegt het eigenlijk al en je ziet het ook aan het plaatje, het Drosten-effect. Het is een boek in een boek, dus de structuur is heel bijzonder. Dat is al iets waar je met de kinderen over kan praten. Maar op elke bladzijde komt ook een kinderboek voor en daarbij wordt de schrijver niet genoemd. Dus dat kan je al met de kinderen bespreken, van welke boeken herken je en wie zijn de schrijvers. Maar de verhalen van meneer Drosten zijn dus niet zo goed. Ook dat is heel interessant om met je kinderen te bespreken. Waarom zijn die verhalen nou niet zo goed? En je zou er zelfs schrijfopdrachten aan kunnen verbinden. En om te laten zien waarom het nou zo'n mooi boek is, zal ik er even een stukje uit voorlezen. De schrijver vraagt aan Thierry waarom hij leest. En zijn antwoord is, omdat, zei Thierry, omdat als je niet leest, leef je maar in één wereld. Als je wel leest, leef je in heel veel werelden. Ieder boek is een wereld. En als de wereld in een boek je niet bevalt, stap je er weer uit. Je hoeft alleen maar een boek dicht te slaan en dan kun je aan een ander boek beginnen. Een nieuw avontuur. Nou, hiermee verwoordt hij toch heel mooi
wat lezen en boeken betekenen. Echt een aanrader om samen met je klas te lezen en om over kinderboeken en verhalen te praten. Dit was onze inspiratiesessie. We hopen dat jullie veel leuke nieuwe ideeën gekregen hebben. En hopelijk dat we de volgende keer weer bijeen kunnen komen. En anders dan maken we gewoon nog zo'n gezellige online inspiratiesessie.